We staan nu vandaag voor het Koning Boudewijn Stadion, de startplaats van de vierde editie van de Continental Cycling Heroes Tour, ditmaal de Eddy Merckx Classic. En aangezien we spreken over een nationale icoon, hebben we ervoor gezorgd dat we over de drie gewesten gaan rijden. Ik denk dat het superleuk gevoel gaat zijn voor iedereen om over deze wegen te kunnen trainen waar Eddy Merckx toch zijn basis heeft gelegd voor de latere grote successen in zijn carrière. De Eddy Merckx Classic zal plaatsvinden op 26 augustus, maar in ons België-land natuurlijk betekent het niet altijd mooi weer. Dus ik zou iedereen wel aanraden om voldoende kledij te voorzien. Zeker een regenvestje meenemen, overschoentjes, handschoenen. Het is superbelangrijk om voeten, handen, hoofd warm te houden. Wanneer je koude handen hebt, heb je niet meer dezelfde voeling aan de remmen om de bochten te nemen, om controle te houden voor het inremmen van de bochten. Ready to go. Laten we eerst beginnen met de Congoberg. De toerders die zich geroepen voelen om daar een keer door te trekken, is een ideale helling om een keer de benen te testen. Mooi asfalt, een mooie afstand. Om toch eens te kijken met je mede-toerders hoe de waardeverhoudingen zijn tussen de groepen. Ik denk dat het een heel mooi eerbetoon is om toch in de classic van een heel groot wielericoon ook een van de grote iconen van de Vlaamse voorjaarshellingen, de Muur van Gerersbergen, in te steken. Het is de tweede helling, ook een ideale gelegenheid om nog een keer de benen te testen. Dan nog voor af te sluiten één heel belangrijke mededeling voor de automobilisten. Tijdens onze toertocht, wanneer je de duizenden fietsers moet passeren, hou voldoende afstand wanneer je deze voorbij steekt. Een aan te raden afstand is 1,5 meter wanneer je een groep voorbij steekt. Continental Tires, proud sponsor of the Cycling Heroes Tour.